Mijn naam is Laurens Mooi, welkom bij Tintypes Portraits. Tintypes Portraits is een wetplaatbedrijf. Ik run een wetplaatbedrijf waarin ik natte plaatfotografie uit 1851 uitvoer. En daarbij maak ik gebruik van antieke camera's. Antieke camera's uit onder andere 1902 en een camera die u hierachter ziet. Daarmee maak ik de ouderwetse authentieke foto's. De fotografie die ik uitoefen stamt uit 1851 en is imperfect perfect. Het belangrijkste in dit procedé is dat je eigenlijk alles schoon houdt. Schoon, schoon, schoon. Het is overdreven filteren, schoonmaken, nog een keer weer controleren of het schoon is. Schoon. We gaan beginnen. Natte plaatfotografie, dat bestaat uit een aantal onderdelen die ik moet volgen. En die onderdelen zijn onder andere dat ik de chemie moet maken, de foto moet maken. Maar het zijn ook een aantal stappen die ik nauwgezet moet volgen. Wanneer ik de chemie heb gemaakt, moet ik ook zorgen dat de plaat, die ondertussen lichtgevoelig is, nat blijft. Dus ik moet de chemie erop gieten. Daarna gaat het in een zilverbad. En dat zilverbad maakt binnen 3 minuten dat de plaat lichtgevoelig is. Eigenlijk moet ik starten vanuit een ISO-ASA van 0,75. Dat houdt dus in dat mensen 5, 10 seconden stil moeten zitten. In die periode moet ik dus de foto lichtgevoelig maken, foto maken, ontwikkelen en fixeren. Zodra mijn plaat uitdroogt, heb ik de foto dus ook mislukt. Dus ik heb een bepaald stramien tijd om de foto te maken. Nou hebben we de foto net gemaakt. Dan haal ik de cassette uit de camera. Hij is weer dicht. En dan gaan we weer richting de donkere kamer en dan gaan we hem belichten. Ik moet dus naar een donkere kamer. Daarin moet ik hem ontwikkelen en binnen 15 tellen zie je als het ware een negatief beeld ontstaan. Die ontwikkeling moet ik natuurlijk met water gewoon stoppen. En daar kan ik standaard water voor gebruiken. Die giet ik over de plaat en daarmee stopt de ontwikkeling. Nadat ik het met water heb gestopt, kan ik gewoon weer mee naar buiten nemen. Dan gaat het in een fixeerbad. En in een fixeerbad, dat is het laatste stadium, verandert het negatief terug naar een positief. En zien mijn klanten en ik uiteindelijk het resultaat van de foto. Dus ik krijg een positief, een foto weer terug. Als je heel goed kijkt, dat is wel heel mooi om te zien, dan zie je heel mooi scherp hoe scherp je ogen zijn. Zie je dat? Dus je hebt perfect stilgezeten. Wat ik zo ontzettend leuk vind aan natte plaatfotografie, wetplaat, is dat ik mijn geportretteerde mee kan nemen in mijn proces. Daarmee bedoel ik is dat ik je uitleg natuurlijk hoe het procedé werkt, maar ik neem je ook mee in de donkere kamer. En dat is voor heel veel mensen alweer iets nieuws, want heel vaak kennen ze film niet meer. Ik laat ze dus het beeld, ja, ze zien eigenlijk hun beeld geboren zien worden. En dat is eigenlijk het mooiste in mijn sessies die ik allemaal doe. En daarbij komt ook vaak eens dat de geportretteerde, ja, doordat hij of zij 5 seconden stil moet zitten, heel anders op een beeld terechtkomt dan wat ze normaal van zichzelf gewend zijn. Wat ik eigenlijk ga doen is nu de plaat verwarmen. Dus ik probeer de plaat en het finish op eigenlijk dezelfde warmte te krijgen, zodat het heel mooi naadloos in elkaar overloopt. En daarvoor gebruik ik dit vaccinelichtje of een brander. Ja, dan gaan we vernissen. Dan komt er een harslaag overheen, vermengd met lavendelolie en alcohol. En dat geeft een heerlijke geur in je studio, dus een lavendellucht. En dit hebben we vanmiddag gemaakt. Een eenmalig beeld. Digitale saai heb je niet in de hand. Het is maakbaar. En dit is tastbaar. De reden dat ik natte plaatfotografie ben gaan uitvoeren heeft vooral te maken dat ik het digitale tegenwoordig te snel vind. Het is maakbaar, er zit geen binding meer in. En met binding bedoel ik, alles gaat heel snel. En het beeld wat ik uiteindelijk uit mijn camera haal, mijn digitale camera, is compleet maakbaar en dus veranderbaar op de computer. Ik moet op de computer iets doen om compleet iets anders te maken. En dat maakt niet alleen dat ik wetplaatfotografie fascinerend vindt om te doen, maar
uiteindelijk ook kan uitleggen aan degene die hier voor me zit. Dus eigenlijk wil ik dan eindigen van, ik wil je heel graag ontmoeten in mijn studio. En dan neem ik jou mee in mijn wet plate fotografie.